Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Fadi en vandaag gaan we praten over een heel mooie applicatie die overal kan gebruiken en meenemen in uw eigen pocket en zelfs op uw gsm, namelijk de applicatie Monica. Monica kan gedownload worden op Android gsm bijvoorbeeld, want dat is echt heel handig. Voordat ik ga beginnen met jullie, wil ik jullie graag alsjeblieft om vragen om te abonneren op mijn YouTube kanaal door te klikken op de belknop, dan blijf je op de hoogte van de meldingen die ik vaak upload. Zoals jullie hier zien, ik ben nu momenteel op de website van monica.im. Dit is eigenlijk de Windows versie. En wat kunnen we nog zien? Kunnen we nog mijn werkruimte zien? En dan zien jullie mijn naam hier bovenop aan de linkerkant. En dan jullie kunnen zien dat wij nog twee versies kunnen gebruiken. De eerste versie is een gratis abonnement. En de tweede is sowieso een betalende versie. En sowieso kan je vaak nog meer kunnen doen. En dan aan de linkerkant zien wij dat we kunnen chatten of iets zoeken en iets lezen. Bijvoorbeeld, ik ga iets vertalen. Dan kan je bijvoorbeeld een pdf zoeken en dan kan je je pdf uploaden naar de Monica en dan kunnen ze dat downloaden en vertalen naar jou. Je kan nog een kunst hier in de promptpot ingeven, dat jij bijvoorbeeld een mooie foto kan maken en enzovoort enzovoort. Dus ik ga straks allemaal met jullie dat kunnen laten zien op mijn gsm. Zoals ik jullie beloofd heb, ik ga samen met jullie kijken naar Monica Chatbot AI Assistant en dan gaan we hier klikken op deze applicatie en dan kunnen we zien dat de mensen hebben ze ongeveer 4,4 punten of sterretjes gegeven aan deze applicatie om te zeggen dat dat echt een goede applicatie is. Hier onderaan kan je kijken wat de mensen geschreven hebben over hun ervaring. En ik ga nu de applicatie vanuit mijn gsm open doen. Dan klik ik op Picture This bijvoorbeeld en dan kan je klikken op plant bijvoorbeeld en dan kan je zeggen ja, maak een foto van een plant, maar dit is aan betalende versie. Wat kunnen we nog doen? Misschien later. Dan kunnen we AI zoeken en dan kan je bijvoorbeeld naar een site gaan en dan zeg je www.hln.be en dan zien we dat wij kunnen veilig kunnen surfen via deze website. En wat kunnen we nog doen? Stel dat je je kan ook bijvoorbeeld iets schrijven, dan gaan we kijken naar leg AI uit. Hier kan je kijken hoe kunnen wij bepaalde onderwerpen uitleggen aan kinderen die bijvoorbeeld hoe kunnen ze eenvoudige manier uitleggen aan kinderen die van 5 jaar zijn is of dat kunnen wij nog dat doen en ze werken met Monica werkt met DALL-E 3 of je kan werken met bijvoorbeeld ChatGPT of met Llama 3 van bijvoorbeeld Meta van Facebook, etc. Dat is echt de moeite waard. En we kunnen ook heel veel dingen doen. We kunnen nog een PDF uploaden en dan kan je de PDF bijvoorbeeld analyseren en chatten. Wat kunnen we nog doen met deze applicatie? We kunnen nog interpreteren. Dus terwijl ik ga nu opnemen, tik om te spreken. Hallo, ik ben Fadi en ik ben een YouTuber. Voltooien. En dit was een voorbeeld eigenlijk, heel goed. En om naar je YouTube samenvatting te gaan, dan moet je naar je YouTube gaan en dan een link kopiëren naar de samenvatting. Dat was eigenlijk een video van mij die ik gemaakt heb de voorbije weken.
En dan zien wij bijvoorbeeld dat alles wijze kiest. Hij kijkt hier naar wat ik in het begin gedaan heb en zo. En dan kan je naar mijn video gaan kijken van YouTube toen ik in Leuven was. Dat is echt heel mooi om te gaan kijken. En dan kan je nog chatten met PDF of artiest en heel veel mooie dingen. Dus ik raad iedereen aan om naar de Monica te gaan surfen. Om mooie dingen te kunnen schrijven. En we kunnen feitelijk de Monica vergelijken met bijvoorbeeld Gemini, of we kunnen gebruiken als ChatGPT, of we kunnen hem gebruiken als Copilot. Bedankt voor het kijken naar deze video. En als je mijn YouTube-kanaal leuk vindt, aarzel niet alsjeblieft om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En ik zie jullie in de volgende video. Dankjewel, tot ziens, dag!